Nee, ja, ik was zeer verrast. Erik had Deadline gezien, de series, en was daar zeer enthousiast over. Dat had hij mij wel eens laten weten. Ineens kreeg ik die vraag. Dus ik was wel vereerd. Nu, dat is al 1,5 jaar geleden, dus eigenlijk de versie van het scenario die ik toen las, was wel heel... Ja, dat is echt een vroegere versie. En aangezien het nogal een plot-driven film is, en dat is op 1 dag, alleen je gaat niet iemand persoonlijk leren kennen. Het is eigenlijk een schone rol, dat ik heb een grote rol. Maar dat voelde zo nog een beetje zo, pion in het plot aan. En we hebben daar wel goed aan kunnen werken samen en dat is mij supergoed meegevallen. Zo met Erik zo, al 3 keer een hele dag daaraan gewerkt, heel lang gebabbeld, allemaal suggesties. En hij luistert ook heel goed en neemt ook veel aan. Allee, het wordt dan echt zoiets van ons samen, heb ik het gevoel. Dus ik ben daar zeer positief over die samenwerking, eigenlijk. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.